er een rol in gespeeld van het tot stand komen van de grondwet in 1848. De grondwet van 1848 begon bij de liberaal Johan Rudolf Thorbecke. Hij was een Nederlands staatsman van liberale levensovertuiging. Thorbecke maakte zich al lange tijd zorgen over Nederland. Doordat België zich had afgescheiden, ging het steeds slechter met Nederland. Koning Willem I regelde alles voor het volk. Hierdoor werden de Nederlandse burgers gemakzuchtig. Thorbecke vond dat dit veranderd moest worden. Hij vond dat de burgers het parlement moesten kiezen en dat elk parlement de hoogste macht moest krijgen. Ministers moesten niet langer dienaren van de koning zijn, maar moesten steun zoeken bij het parlement. Het parlement moest ook recht krijgen om de regering te controleren. Hier kreeg Thorbecke weinig steun van bij de Kamer. Ze wilden de situatie houden zoals hij was. Thorbecke kreeg dus weinig steun van de bevolking voor zijn plan. Maar door de strenge winters en de epidemieën zoals malaria en cholera en mislukte graanoogsten liepen de spanningen alleen maar nog meer op. Deze spanningen liepen zo op dat er demonstraties en bloedige straatgevechten kwamen in de grote steden zoals Parijs en Berlijn. Hier schrik Willem I van en meent dat de grondwet nu toch echt aangepakt moet worden, voordat ook in Nederland de strijd losbarst. Op 17 maart wordt de grondwetscommissie benoemd, onder de voorzitterschap van Johan Rudolf Thorbecke. Thorbecke krijgt van Willem II de opdracht een liberale grondwet te ontwerpen. Wat is er veranderd ten opzichte van de eerste grondwet? De eerste grondwet in Nederland, de staatsregeling voor het Bataafse volk, werd op 1 mei 1798 door de Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek ingevoerd. De grondwet was geschreven naar Frans voorbeeld. Hiermee werden de fundamenten van de Nederlandse rechtsstaat gelegd. Toen ontstonden de twee volksvertegenwoordigende kamers en de diverse ministeries. Voor het eerst werden de fundamentele vrijheid van godsdienst, vergadering en drukpers vastgelegd. En ook de staatsrechtelijke eenheid van de Nederlandse provincies. De grootste veranderingen ten opzichte van de eerste grondwet zijn de volgende punten. Er kwam voor beide kamers het inlichtingenrecht. Voor de Tweede Kamer was er de invoering van het recht van amendement. De begroting werd niet meer tweejaarlijks, maar jaarlijks vastgesteld. De koning heeft geen invloed meer op besluiten van de Rooms-Katholieke Kerk. En er was vrijheid van onderwijs. Wat is de aanleiding geweest voor de invoering van de grondwet in 1848? Al in 1847 wordt er door koning Willem II een grondwetsherziening aangekondigd en werden er 27 wetsvoorstellen ingediend. Deze voorstellen hadden weinig betekenis en het regeringsstelsel bleef grotendeels hetzelfde. In maart 1848 breken in Duitsland en Frankrijk revoluties uit. En ook in Amsterdam en Den Haag breken relletjes uit. Deze relletjes in Nederland hadden niet echt iets te maken met de grondwet, maar meer met een slechte economische toestand en armoede. Willem II schrikt van deze rellen omdat hij bang is voor een revolutie in Nederland. Hierdoor wordt de koning in een nacht van uiterst conservatief, uiterst liberaal. Hij vindt het nu echt nodig om de grondwet aan te gaan pakken. Hij laat Thorbecke liberale voorstellen voor de grondwet schrijven en geeft een deel van de macht weg, zodat ze in ieder geval geen strijd maken omdat de koning te veel macht heeft. De grondwetsherziening van 1848 legt de basis voor het parlementaire stelsel wat we nu hebben. Het volk helpt mee de leiders van het land te kiezen. De kiezers bestaan in 1848 nog wel uit een geselecteerd gezelschap, namelijk de mensen die de belasting betaalden. Op 3 november 1848 wordt de nieuwe grondwet afgekondigd. Deze grondwet is dus ingevoerd om te zorgen dat de burgers geen revolutie zouden beginnen, omdat de koning volgens hun te veel macht had en zij te weinig te zeggen hadden. De grondwet is juist toen ingevoerd omdat koning Willem II bang was voor een revolutie en dit door invoering van deze grondwet wat meer vrijheden en inbreng van het volk betekende wou voorkomen. Denk je dat de grondwet van 1848 veel invloed heeft gehad op ons leven van nu? Ja, ik denk het wel. Want de koning werd onschendbaar en hij kreeg veel meer macht. En daarnaast kregen alle burgers vrijheid van meningsuiting, van drukpers, van godsdienst, van verenigingen, van vergaderingen. Dus ik denk wel dat de grondwet wel beter is.
Hoe denk je dat ons land er nu uit had gezien zonder de grondwet van 1848? Nou, dan had ons land niet veel vorderingen gemaakt in positieve zin. Dan zou Nederland denk ik een soort van Stalins Rusland zijn geworden. Of een soort van dictatuur, omdat die koning dan heel veel macht had gehad en zo. En we zouden heel weinig vrijheid hebben.